gaat. Het droogt alleen in het oosten en oosten is er dan nog kans op een bui. Morgenmiddag in de hele noordelijke helft van het land enkele stevige buien. Lokaal ook weer met onweer. Maar in de zuidelijke helft van het land daar blijft het droog en daar ook de grootste kans op zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen staat een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en oost. Na morgen houden we wisselend weer met elke dag kans op buien, maar ook zon. Het wordt zo'n 15 tot 18 graden. Na woensdag wordt het wel wat koeler. Met Jan Curiussen. Fijn dat u luistert naar BNL op zaterdag. Iedere zaterdagmiddag van 3 tot 5 op Radio 1. U kunt meedoen op Twitter. Gebruik dan de hashtag BNL op zaterdag. Het is niet deze week. Het is deze week niet alleen de Nationale Sportweek, maar ook de week van het sportboek. Dat de boekenwereld het moeilijk heeft, is inmiddels geen nieuws meer. Maar hoe kan het eigenlijk met de verkoop van sportboeken? Maarten Boers is redacteur Bye-bye.